Welkom bij de Bankzitters Try Not To Love, maar dan in het echt. Wij hebben hier een fantastisch theater en mensen die komen hier lopen. Er komt iemand straks daar op het midden van de stage staan. En als dat lukt... Jongen, kijk nou op. Welkom bij de Bankzitters Try Not To Love Challenge, maar dan in het echt. Wij hebben hier dit prachtige theater en iemand gaat straks vanaf dat punt in het midden ons laten lachen. En als dat lukt krijgt hij geld en als dat niet lukt dan is hij en niet leuk, heeft hij ook... En staat die voor lul. Hey, maar even deze video kan dus heel veel geld gaan kosten. Haha, weer gewonnen. Net zoals Nederlands elftal. Fantastisch. Wil je dit fantastische Bankzitter hoofdtekst nog kopen? Dat kan. Ga naar Bankzitter.nl en vergeet die mooie oranje sokken niet. Ik weet zeker, die mensen die hier zich voor aangemeld hebben, die zijn sowieso niet leuk. Die hebben iets te bewijzen of zo. Dat wordt sowieso gewoon triest. Nou, ik moet zeggen, ik kwam hier net met binnen en er zaten al wat jongens. En het eerste wat hij tegen mij zei was... Hey Rob, je bent echt kleiner in het echt nog dan ik dacht. Als dit het niveau is, gaat het vandaag wel lukken. Maar hebben we nu uitgelegd wat we eigenlijk gaan doen? Dan moeten we het nog één keer doen. Even. Ja, Rob, misschien nog even één keer oppakken. Ja, Rob, probeer het nog een keer. Welkom bij de Bankzitters. Hallo, hou je in, hè, smeerpoep. Ik ga zo... Ja, hoe beoordelen wij... Kijk, is dit ook lachen? Yo, mensen! Vertel wat als je geluid maakt. Ja, dat doet me gewoon een lelijk hoofd. Ik vind geluid maken, dan als ik, als ik al zo... Ja, maar dat is geluid. Dat is geluid. Ja, ja. Dus dan zijn we het ook. Hey, zullen we de eerste erbij halen? Ja. Ja. Kandidaat, kom naar voren. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, u mag uw ding doen. Ah, ik mag mijn ding doen. Oké. Nou, ik weet niet of dat allemaal werkt hier zo. Want ik, normaal heb ik een grote speaker bij me. We hebben de JBL. Ik weet niet of ik dat kan horen of zo. Zoiets van, we zullen het eens even zien. Wat zeg je, schat? Dat knopje, dat hangt ergens... Oh. Weet je hoe oud ik ben? Nee, ik ga gewoon wat laten zien. Maakt niet uit. Ik heb niks te bewijzen. Ik heb voor jullie meegenomen uit Rotterdam mijn stuntkonijn Harry. Tadaa! Stuntkonijn Harry. Stuntkonijn Harry? Ja, nee, dankjewel. Maar het hele publiek gaat helemaal gek. De groep staat daar voor een paar man, anderhalf paardenkop. De stuntkonijn Harry. Ja, dankjewel. Er gebeurt nog helemaal niks! Ja, ik ga nemen. Ja. Mogen wij even vangen? Ja, geen geld maken. Ja, geen geld maken. Maar je wilt natuurlijk wel zien wat er gebeurt, toch? Ja. Kom op, hoezo jongens. Hoezo lacht hij nou nu? Stuntkonijn Harry gaat hierin. Stuntkonijn Harry gaat eerst onder hypnose. Ja, mooi, mooi. Slaap, konijntje, slaap. Ja, wat gaan we eens kijken, mooi. Hop, hop, hop. Kijken of we wat horen, jongens. What the fuck, jongen, what the fuck. Dat waren ze botten! Volgende nummer. Ja, dat ging niet helemaal zoals verwacht. Ja, wat verwacht je om 11 uur 's ochtends in Hendrik Ido-Ambank? Maakt niet uit. We hebben een goochelzakje. Die heb ik ook. Het konijn gaat in het goochelzakje. Abracadabra. Tadaa! Dank u wel. Oh, wacht even. Mogen we even vangen? Ja. 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 Mooi. Kijk er maar één. Ja. Ja, ja kut. Hey Rob, je bent dit echt wel heel klein, man. Oh, kut. Jezus! Ik heb nog niet eens mijn grap verteld. Ik wilde nep lachen omdat dit zo niet leuk was. Kut, sorry. Nou, je hebt al gewonnen, maar ik ben wel benieuwd. Ik moest dus een grap bedenken voor de Bankzitters video. Toen dacht ik, leuk, ik ga een grap maken over Milo's haar. Toen dacht ik, welk haar? Dit hadden we altijd gewonnen als jij. Ben jij een ongelooflijke imbecil, jongen. Ik ben van mening dat uit eigen zak. Uit eigen zak, ja. Ik kan het makkelijk betalen. Gefeliciteerd. Ja, geniet er wel van, want hij is echt zwaar onterecht. Ik vond het geen leuke grap trouwens. Ik vond hem wel origineel.
Nou. Goeiedag. 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 Hallo. Nou, lieve heren. Wat gebeurde er? Ik was afgelopen maand in Mexico. En ik werd daar getrakteerd in een restaurant op een etentje. En tot drie keer toe werd me aangeraden om vooral de huevos dormida te nemen. Dus ik denk, nou, huevos is ei. En dormida, dat lijkt op slapend. Dus ik denk, slapende eieren. Het zal wel een of ander eiergerecht. Dus oké, is goed. Ik had niet echt heel veel zin in eieren als avondeten. Maar goed, oké, we doen het. En daar kwam het. Kleine witte balletjes. Ik denk, het zal wel iets van soort van gerst zijn of zo. Of misschien mais, ik weet het niet. In een kleine schaaltje van dat mooie paga. Nou, zag er mooi uit. Dus ik, oké, in het zagen. Waarom is dat nou weer leuk? Je doet het erin! Je doet het erin! Ja, ja. Ik wist al, er gaat iemand. Oh. Je weet niet precies wie het is. Nou goed, dat schoteltje, je moest het in een taco doen. Nou ja, oké, gedaan, wat peper erbij. Dus ik nam een hap. Het was niet heel appetit, het was niet heel lekker. Het is een beetje weeig. Maar goed, wat meer peper, weet je. Nou ja, oké. Dus ze vroegen mij, wat vond je er nou van? Ja, niet heel boeiend. Ja, maar het waren huevos dormiga, hè. Dus ik denk, dormiga, ormiga, dat betekent mier. Dus ik had zojuist mieren eieren gevreten. Nee. Was dat een grap? Gefeliciteerd. Onwijs bedankt. Ik zou hem vooral heel erg bedanken. Man, sorry, maar ik hield het echt niet met zijn baga zijn. Zijn wij klaar voor de volgende? Wacht, ik heb nog wat leuks voor jullie. Niet per se grappigs, maar wel echt iets heel tofs. Namelijk de sponsor van deze video. Het zijn de vrienden van Display. Hey! En wij hebben dit al een keer eerder gehad in ons huis. Casa de Hut. Ja, heel vaak. Mooie herinneringen. En het mooie hiervan is dat Display zijn soort metalen posters die je heel makkelijk kan ophangen, maar ook heel makkelijk kan vervangen als je erop uitgekeken bent. En ze hebben heel veel verschillende leuke designs. En ik heb voor jullie allemaal heb ik er weer eentje uitgekeken. Je hebt lekker uitgeleefd. Oh, je hebt wel lekker uitgeleefd. Ik daar wel op lachen. Krijg ik dan €50? Nee. Oké. Een Display ophangen is heel erg makkelijk. Je maakt het oppervlak waar je naar op wil hangen schoon. Plak vervolgens de Protective Leaf op, die ervoor zorgt dat je oppervlak niet beschadigd wordt. En tot slot plak je de magneet op, waar de display aan komt te hangen. Nou, ze zijn zorgvuldig voor jullie uitgekozen. Hè? Okay. De eerste is. Ik moet nu al lachen, hij is zo leuk. De eerste is voor Rob. Zo! Dit was ook wel even Rob geweest, die had aanzien dat is Rob. Oh, nou. Nou, ik denk dat wel. Dit is voor Milo. De volgende is al voorzien. Nou, ziek. De volgende is voor jou, Milo. Ja, ja, ja. Is dit? Waarom is dit leuk? Dit is helemaal niet leuk. Ik voel de pijn en de emotie. De volgende is voor mijzelf. De goat. En het makkelijke is dus als ik nu deze wil, kun je hem zo heel makkelijk ophangen. En als je er klaar mee bent, kun je hem wisselen met die kale vent. Maar die zou ik niet doen, want deze is echt het alle vet. Die kale vent even. Ja. Hop, ben je gewisseld van design. Voor mij is het echt een vrouw hoor. En? Toch een man. En de laatste is, die hebben we zelf gemaakt. Ja, dat is hij wel. Dat is hij wel echt. Hou die maar even op, ja. Nou hoor ik jou denken, dat wil ik ook. En dat komt goed uit, want met Black Friday hebben ze de biggest discount ever. Die heb je nog nooit gezien. Dus dit is je kans om toe te slaan. Als je er 1 of 2 koopt, krijg je 35% korting. Zo. Als je er 3 of 4 koopt, dan komen we wel ergens. Krijg je 39% korting. Dat vind ik te weinig. En als je er gewoon 5 of nog meer haalt, krijg je 44% korting. Dus gebruik de link in de beschrijving. En nu gaan we weer lachen, toch? Oeh, hurts hoor. Blijf. Okay. Het heeft alle kleuren van de regenboog en als het op je hoofd valt ben je dood. Een verfwinkel. Wat zei je? En? Misschien kan je nog 1 keer vertellen. Het heeft alle kleuren van de verfwinkel. Bruh. Echt niet normaal! Hoe lang heb ik die al gehoord? Dat snap ik, maar dan moet je er niet om lachen! Ja, dat was gewoon leuk! Echt zo mooi! Oh, ja. Nou, kerel, goed gedaan, gefeliciteerd! Van de perfect! Dat was wel leuk! Hey, wat dreddies! Kerel! Ja, mag ik beginnen? Zeker, van ons wel! Okay. Nou, jullie zijn allemaal wel bekend met een beetje schoonmoedersdag? Schoonmoeders zeker, ja. Nou, ik heb een klein mopje over ze. Wat moet je doen als je schoonmoeder uitgaat? Thuis blijven. Nee, opnieuw aansteken natuurlijk. Ik zie een grijntje. Een heel klein grijntje bij Milo. Dat vind ik wel weer matig, man. Ja. Yes! Ik vond hem wel echt veel leuker dan een paar waar we net echt... Nou ja, Mattie. Net kaart om even te lachen. Maar je krijgt geen geld op, sodemieter na. Zoek het uit, jongens. Hij kwam binnen met Ewa Dreus. Toen ging ik alweer bijna. Jij lacht eigenlijk. Ja. Ja. Als gewoon hij dat niet door heeft en ook geen punt van mij. Daarom is het is het in deze fase wel lekker om die 50 euro een keer in de zak te houden? Ik moet al bijna weer lachen, man. Dag heren. Cassage gehuurd, hoor. Songwriter. Speciaal voor vandaag voor jullie een liedje geschreven met Timo Paulussen, 25 jaar, kom uit Amstelveen. Ik denk dat ik het liedje maar gewoon moet laten spreken, denk ik. Denk ik ook, ja. Succes, ja, man. Dat. In het nummer wil ik mijn waardering aan jullie laten blijken. Want ik ben jullie grootste fan, maar ga jullie toch even afzeiken. Koen van Heest, grap. Je bent een van de grappigste. Het Kaulo rijk, succesvol en je deed ook de knapste. Ik wil te goed begrijpen hoe je hem zo hoog legt, die lat.
Want je bent volgens mij de meest succesvolle naakte molrat. Matty, grap. Het lammetje van de meiden. Met de meeste abonnees in die eenzame heide. De rest parasiteert mee als een soort van dorstige mug. Doordat Carrie is het niet gek van die bochel op je rug. Robbie, maat, maar dan gaan we een pilsje doen in de kroeg. Want voor zo'n kleine smurf vind ik je nog best wel stoeg. Het echt lijkt je nog kleiner. Dat vind ik best wel maf. En die Gargamel die naast je loopt, die maakt het pas af. Want Raoul, ouwe lul. Ik gun je oprecht de winst. We deden de... Nee, verdomme. Hij was Gargamel. Bescheiden en beleefd en je upload tenminste. We deden ook dezelfde studie, dus ik voel me best vereerd. Maar ik weet dus als geen ander dat je ook echt niets hebt geleerd. En de laatste zitter vinden we al het grappigste en leuk. Met zijn grappen en zijn memes liggen we altijd in een deuk. Elke video weer laat hij zijn magie erop los. En ik heb het natuurlijk over niemand minder dan... Anton Bos. Maar het is echt leuk. Jullie kwaliteiten samen en mixen in een pannetje. En wat hou je dan over? Het is Milo het stroopmannetje. Kijk. Heel vies. Hij is trouwens voor jou als je hem wil hebben. Ja, heel graag. Ik vond de clue naar Anton Bos vond ik echt heel sterk. Ja. Die vond ik ook zeker. Ik ga die zelf ook heel leuk vinden. Thanks. En succes nog vandaag, heren. Dankjewel. Ik denk dat wij misschien onderschatten hoe zenuwslopend dit voor mensen is. Om zo voor vijf van die ware komieken te gaan zitten en dan jezelf op het hakblok te leggen. Ik hou van originaliteit. Eigenlijk zou dat beloond moeten worden. Dus als iemand nog een keer origineel is, schiet ik gewoon toch in de lach. Gewoon voor hem. Nee. One opportunity. To seize everything you ever wanted. In one moment. Would you capture it? Or just let it slip? His palms are sweaty. Knees weak, arms are heavy. His palms are down and sweat already. Drunk palms. Ja, oké, weet je, het is hier al klaar. Ik kom hier al niet meer uit mijn woorden. Hoe hebben mensen erop gereageerd? Vertel even wat meer. Nou ja, een beetje hetzelfde als jullie, alleen maar lachen en belachelijk gemaakt. Maar, goed, wel 50 euro in zakkie nu. Voor de mensen die misschien die andere video niet hebben gezien. Jij hebt meegedaan aan onze video waarin wij mensen in een kapperszaak gingen verknippen. Ja. En toen vroeg jij om een M&M kapsel. Ja, het is wel goed, hè. Het is wel goed. Je bent achter ben je echt helemaal blauw. Ik zweer, niemand herkent jou weer aan school. Ik moet zeggen, als ik er nu zo naar kijk, vind ik nog steeds dat ik goed werk heb geleverd. Ja. Heel sterk. Ja, gefeliciteerd, man. Dat is 50 euro. 50 euro, ja. Klasse. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik ben Wesley, ik ben 24 jaar en ik ga proberen jullie aan het lachen te maken. Niet leuk, ik kan je melden. Nou ja, ik heb mijn pet opgedaan, dus ik dezelfde haarlijn als jij, dus ik dacht... Nee, we hadden dus weekend, hadden we dus een feest en gingen lekker met z'n allen zuipen. Alleen, nou ja, we weten hoe dat gaat, allemaal veel te hard. Dus op een gegeven moment bleef bij een vriend van mij bleven slapen. En op een gegeven moment, iedereen moest tegelijk naar het toilet. Dus wij allemaal zoeken. En op een gegeven moment, ik had een toilet gevonden, jongen. Een luxe, echt ongekend. Dus ik loop ook naar die vriend van mij, ik zeg, zo, wat heb jij een mooi toilet, joh, goud, alles. Kijkt hij me aan, zegt hij, hebben we naar mijn tuba zitten schijten? Ik snap het niet. Dat is een instrument. Dat is een muziek instrument, dat is een grote hoorn. Dat kan toch niet? Dat kan echt niet. Ik zweer het, ik trek het echt van je loon af deze maand. Hij heeft snel gegoogeld aan de tuba als je dan weet hij is leuk. Ik ga je nu zo hard lachen. Hij blijft gewoon lachen. Ik had geen idee dat het een tuba was. Maar nu dat een tuba voor me ziet, voordat hij me laat schijzen en ding, ja, vind ik dat gewoon heel erg leuk. Ik had eigenlijk verwacht dat of jij of Matty zou lachen. Ik had niet verwacht dat Koen zou lachen. Bedankt alleen Koen, want de rest kan natuurlijk nooit lachen. Dankjewel, succes nog. Dankjewel. De groeten. Ik ben echt een gol, hè? Ik ben echt aan twijfel over jouw gevoel voor humor. Ik denk echt dat je gevoel voor humor had. Dat was helemaal niks leuks. En al helemaal niet als dat dan 5 minuten later wordt uitgegaan wat een tuba is, dat je dan nog zonder timing of maar als jij dadelijk zegt, ik snap het niet, dan zeggen we nou prima, dan gaan we klappen en dan leg ik het daarna wel aan. Jezus Christus. Hey, trui het ook. Goedemiddag heren, mijn naam is Sam. Ik ben een trots Ajax supporter en ik kom jullie een leuke mop vertellen. Nu al bijna lachen. Nou, de mop is twee tieten in een envelop. Wat Koen doet het erom? Kijk die bek van Koen. Ja. En wat vinden jullie hiervan dan? Nee, ik hoef er niet aan te lachen. Nee, ik ga er niet om lachen. Nee.
Sam, helaas. Het spel wel. Van ja, alle... ik snap het spel, maar waar kan je die back van hem dan? Maar Sam, wel een zonde van alle voorbereidingstijd dat je nu niet eens 50 euro eruit had. Ja, dat is wel jammer. Wat had het ding met Ajax mee te maken? Nou, jij ging naar mij, daar zei je. Dus het hielp wel. Ja, ik wilde hem uitlachen. Ja, dat was ook de bedoeling, ja. Kunnen we dit niet meer grappen tegenwoordig? Ja, wel, maar ik had beloofd ik niet ging lachen bij deze. Echt niet om lachen. Sam, we willen jou bedanken. Ja, dankjewel. Vond het een hele sterke mop. En je hebt Ajax de trots gemaakt. Ja. Nou, dat denk ik niet. Ja, helaas. Dankjewel, Sam. Hi, ik ben Tobias en ik ben 19 jaar en ik kom een mop vertellen. Wat is grappig, kan je eten en kan kunstjes doen? Nassie en Adriaan. Sorry, deze was op mij. Ja. Sorry, man. Ja, deze heb ik voor mijn rekening. Ja, ik moest het ook, maar ik was zo blij dat Milo eerst ging. Dat niet mijn schuld is. Dit is mijn eerste keer lachen volgens mij. Op zo'n kutmop, maar toch op een of andere manier. De timing was goed, man. Ja, ik vond hem ook goed. Dat hebben we heel sterk gedaan. Ja, mooi. Alsjeblieft, kerel. Easy snacks. Dankjewel. Het mooiste is ook dat wij zitten hier in een setting, dus het is allemaal wat indrukwekkender, dus je lacht wat sneller. Maar als mensen dit thuis kijken, dan komt er gewoon iemand op die zegt dat. Kan ik even pissen? Maar hij gaat gewoon weg. We hebben nog wat te eten. Pien, doe mij nog zo'n reep. Smakelijk eten, hap, hap, hap. Daar heb je hem, de grote bloedzuiger. Ik ben Koen en ik kan heel snel lezen. Het gaat er niet aan gebeuren. Sodemiet het nou. Dit is niet normaal. Je hoort er gewoon bij. Donder om, jongen. Gewoon verdomme. Ja. Ik heb niet door wat jij begon. Ik heb die benadeld terug. Ik heb helemaal niet door. Hij gaat gewoon pissen door je bezig zijn. Komt hij ook even met zo'n stapeltje boeken als zo'n kluizenaar, als een bibliothecaris. Komt hij met zo'n stapeltje. Godverdomme. Ah, ik vond hem wel leuk. Hij heeft gewoon 50 euro verdiend. Boys. Yo. Alles goed? Goedemiddag. Nou, mijn poging is om jullie te laten lachen. Ik zal direct beginnen. Maar ik zeg je eerlijk, ik heb wel een beetje honger, man. Milo, kan ik bij jou een cheeseburger, kleine friet en een drinken bestellen? Ja, dat is het regelen. Ja, komt goed. Zeker, want door die M op je hoofd, ik denk je werkt bij McDonald's, toch? Niet gaan. Ik had echt een hele ding voorbereid, alles. Ik was, van plan echt gemeen te zijn, maar nu ik heb gewoon dat ik wil jullie gewoon sparen. Dus, nee, kom. Broer, Rob, je bent een soortgenoot. Ik kan je gewoon niet eten. Kijk hoe dik ik ben, broer. Jullie hebben mij laten lachen, nu heb ik jullie laten lachen. Dus ja, man, dat is die ding. Jij krijgt er 50 euro voor. Sorry, deze was echt kut. Oh, bro, ik ben helemaal uit Enschede gekomen, hè. 3 uur reizen, broer. Nou, hoi, ik ben Ideel, ik ben 12 jaar. En dat is best wel wat anders voor jullie, aangezien jullie kinderen echt fantastisch vinden. En daarom ook vaak in jullie video's zijn. En daarom ben ik hier ook. Laat ik dan maar beginnen. Ik heb een soort mop toneelstukje bedacht. En zoals je Rob hier al ziet, die zijn lach moeilijk inhoudt. Nou ja, ik kwam er dus achter dat de laatste tijd in Eindhoven best wel veel geldroven zijn. En ik denk dat dat de reden is dat wij Robbie in merkkleding zien lopen. Eigenlijk hoort hij hier al lang niet meer te zijn en is de gevangenis een betere plek voor hem. Maar ik dacht, misschien kunnen we dan een liedje voor hem zingen als hij daar dan zit, om zeg maar blijer te maken. Want ja, je houdt ervan om in de positieve zin te blijven. Dus ik denk dat jullie het liedje wel kennen van we gaan nog niet naar huis, nog lang niet. Maar dan heb ik een soort zeg maar eigen draai aan bedacht, dat het wel wat meer over Rob te maken heeft. Dus die gaat zo. Rob gaat niet naar huis, yes, nog lang niet. Rob gaat niet naar huis, yes, nog lang niet. Oké, dus nu jullie. Rob gaat nog niet naar huis, yes, nog lang niet. Rob gaat nog niet naar huis, yes, nog lang niet. Ja, dat. Dus dat was dus eigenlijk ja, mijn kleine stukje. Ja, goed. Ik had het volhouden, of niet, Rob? Ik zag een paar keer twijfelen. Ja, je hebt geen geluid. Ik vond dat je het heel leuk deed en heel stoer dat je hier gekomen bent. Dankjewel. Ja, heel cool. Doei. My name is Ronnie Stafford and My name is Ronnie Stafford. And I approve this message. En ik ben bezig met de grote vraag. De allergrootste vraag. Nee, niet die vraag over de kip en de ei. Want het is te moeilijk met de soft of hard. Nee, de grote vraag, de allergrootste vraag. Evolutie tegen creatie. Waar komt die vraag vandaan? En waar gaat dat vraag naartoe? En hoe lang?
Ik ben bij de bibliotheek geweest met dat grote boek. En ga ik zoeken. En kom ik bij de vogels. En kom ik bij die hummingbird. Die zijn miljoenen jaren op de planeet. Maar wat heeft hij gedaan? Nou, als hij meegedaan met evolutie, was het Wat gebeurt hier? Er is wel één vogel dat is wel meegedaan met de evolutie. En dat is de koekoek. Naar de klok. Koekoek. Oeh, 3:30. Koffietijd. Ik weet niet of we gelachen hebben. Nee, ik heb gelachen. Vertel niet. Ik heb een tranen in mijn ogen staan. Ja, ik heb ook een tranen in mijn ogen staan. Heb je gelachen? Ja. Ja, dan, dan wel. Zonder geluid, maar ik heb zeker gelachen, ja. Met droge tranen. Ja, zeker. Ja, dan had een hartstikke natte tranen. En wat doet u voor de kost? Diesel. Diesel. Bedankt voor het lachen. Wow. Bijna 1000 euro per uur. Potverdorie, hoe is dat mogelijk? Jongen, het spijt me echt, maar als zover. Het is zo random. Maar ik dacht dus ook dat hij Engels was. Ja, ik versta het niet. Dus ja, hij is gewoon harder in het Nederlands. Dit ging helemaal nergens. Maar dit is zo random. Het slaat zo nergens op. Goedemorgen. Ik ga jullie vandaag roosten. Mijn naam is Cesar. Je lijkt echt fucking erg op Haaland. Ja. Waarom zegt iedereen dat de hele tijd? Ik ga jullie vandaag roosten. Milo laten we even op het einde, want ja, dat is gewoon te makkelijk, weet je wel. Laten we even gewoon beginnen bij Matty, man van de bochel. Matty, hè, komt uit een dorp, beetje alleen. En dat editen, dat doe je dus ook alleen. Je hebt geen editor. Iedereen heeft een editor en dat doe je dan zelf. Dat doet hij waarschijnlijk alleen maar om zijn bocheltje te kweken. Dan Robbie, een Brabander. Houdt natuurlijk veel van bier, hè, ja. Maar ik heb wel gelezen dat bier het achterstand, ja, weet je, achterstand gehandicapt, ja, dat het wel een beetje een link heeft. Nou, jij drinkt ook veel, hoor ik. Nee, ik ga er. Ja, leuk. Raoul, boemertje, hè? Als jij naar de tandarts komt, ja, dat is gewoon een beetje een probleem. Want ja, of ze je mond of je baard vinden of zo, ja, het is een beetje hetzelfde. Of het haar overal, ja, het hoeft allemaal niet. Een soort Bigfoot die de kamer binnenkomt lopen. Koen, de volgende. Ja, jij. Ik kan natuurlijk geen friendly fire gooien hier, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar wel. Je bent een soort kruising tussen een stokstaartje en een vuurtoren. Allemaal van het kaasje, hè. Geen percentage. Allemaal zelf, in het zakkie. Nou, dat vind ik eigenlijk niet zo kunnen. Zo'n dag op weer duk ben je dan eigenlijk. Milo, zie je al dat je wat presentjes hebt gekregen? Jij krijgt van mij ook een presentje. Hoofdhuidserum. Ja, want het haar, het is geen haar, dus je krijgt van mij alleen maar hoofdhuidserum. Ja, dat was het eigenlijk wel zo'n beetje. We deden al misschien even de beter. Okay, okay. Ja. Wie heeft gelachen? Ik niet. Maar je lijkt wel op Vivian, minimaal. Okay. Nou, dankjewel, Cesar. Nou, dankjewel, Lars. Tot de volgende keer. Maar tot de volgende. Maar oefen je dit dan voor de spiegel of voor je vrienden? Stel, je vrienden kijken ernaar en zeggen van ja, dit is echt leuk. Dan zijn je vrienden echt juist mooi. Nee, juist niet. Ik zou zeker tegen mijn maat zeggen, maat, dit is echt ziek, dit moet je echt doen. En dan gaat hij dit doen en dan kun je echt lachen. Hi. Hallo. Ik ben Rosanne van de Zee. En ik moet denk ik gelijk beginnen, neem ik aan. Ja, nou, ik vind het echt, thanks. Ik vind het super tof om hier te staan, dus thanks ervoor. Ik weet niet of ik stil moet blijven staan, maar ik ben altijd een beetje druk. Dus ik wil heel graag bewegen. Ja, ik heb het gat echt best wel nodig, dus ik zou het super fijn vinden als iemand gewoon even lacht. Ja, ik heb wel een beetje een moeilijke tijd op dit moment. En ik ben een vriend verloren, onlangs. Een goede vriend. Hij stond altijd voor me klaar. Althans, hij kon niet staan. Maar hij was er wel. Ja, voor zijn begrafenis komen we geld tekort. Ik heb het heel erg nodig. Ik ben vergeten om... Oh, jezus, jij denkt, godverdomme, begin nou hè, met lachen. Maar ondanks de beperkingen was hij wel altijd voor me. Alleen ik vergat hem één keer te voeren. En nu is hij dood. Gerry, de goudvis. En voor zijn begrafenis heb ik jullie geld nodig. En daarvoor ga ik zingen. Ik ga zingen voor Gerry, de goudvis! En dan wordt hij dood. Intro. Ik wil graag een onderwerp. Trombose. Trombose. Ja. En een emotie. Geil. En dan heb ik trombose in mijn hart. Al mijn aderen stoppen met kloppen. Maar mijn poes, die klopt nog steeds voor jou. Ah, oh, yeah. Voor jou. Ah, yeah. Oh, Gerry. En ik zou willen
dat ik dood was. Want jij geeft me trombose. Mijn vis is overleden, die is dood en dat is Gerry. Yo, ah, ja, yeah. Gerry is dood. Hij heeft nu zijn leven verkloot. Althans, dat heb ik, want ik ben vergeten te voeren. En nu kan hij nooit meer boeren. Omdat ik zoveel van jou haal. Nou, echt goed, mooi, hoor. Ja, mooi. Helemaal emotioneel en ik heb moeten lachen. En ik ben er nog geil van ook. Er zijn cirkeltjes rond eigenlijk. Ja, nou. Ja, echt jouw pokerface. Ja. Ja, maar hij heeft gewoon echt geen humor, want dit was zo grappig. Ja. Nou. Kom halen. Awesome. We gaan wel even controleren of het echt naar die begrafenis van Gerry gaat. En zo niet, dan halen we het gewoon terug. Nou, hè? Nou. Fijne dag. Dankjewel. Bedankt. Doei. Yes, doei. Ik vind dus, als je zelf zo verlult voor zoveel mensen, ja, dan verdien je echt wel die 50 euro. Ik maak een grapje dat die TBS op de hoek zat, maar ik begin toch te geloven dat ze allemaal ontsnapt zijn. Dit was helemaal niet grappig. Ja, nee, dat jij hierom moet lachen vind ik echt heel triest. Ja, de hele dag had niet gelachen. Nee. Ja, ik weet het. Maar waarom zou je dit doen? Ja, om 50 euro te verdienen. Ja, maar waarom zou je hier staan en jezelf zo gigantisch verlul zijn? Nou, omdat je dus blijkbaar heel makkelijk 50 euro verdient dan. Ja, als we het moeilijk gaan doen, mensen komen echt, die hoeven alleen maar te komen en ze winnen gewoon. Goedemiddag. 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 Van de week stond ik met mijn vrouw bij de ABN. Komt een man binnengestormd, bivakmuts op. Hij roept, dit is overval. Gooit twee tassen op de balie. Vullen. De draait zich om. Struikelt. Valt hij je bivakmuts af. En shit, getuige. Loopt naar een man toe. Hij zegt, heb jij mijn gezicht gezien? Ja, zegt die man. En schiet hem neer. Potverdorie. Loopt naar een andere man. Heb jij mijn gezicht gezien? Ja. Schiet hem ook neer. Komt hij naar mij toe. Hij zegt, heb jij mijn gezicht gezien? Ik zeg, nee, ik niet, maar mijn vrouw wel. Loopt een man, komt thuis met een pitbull, met zo'n vechthond. Zegt die vrouw, ja, dat is een beetje gevaarlijk, joh, zo'n vechthond. Hij zegt, nee, joh. Die hond die luistert alleen maar naar Duitse bevelen. Hij zegt, let op. Hij zegt, televisie. Er gebeurt niks. Hij zegt, das televisione. En die hond, helemaal uit elkaar, al die dingen door de kamer. Afijn, hij zegt, telefoon. Er gebeurt niks. Hij zegt, das telefoon. Die hond op die telefoon, alles door elkaar, toestanden. Nou, die vrouw die bekijkt of zo, zegt ze, nou, dat is ook mooi. Kunnen we niet meer bellen en geen tv meer kijken. Das klote. Zit ik in de bar, dan raak ik in gesprek met een vrouw, een jaartje of 45, 50. En we hebben het zo over kinderen, kleinkinderen. Zegt ze, ja, ik heb een dochter van 18. En ik zeg, ja, ik ben 70 inmiddels. Ik heb al heel wat meegemaakt. Zegt ze, oh ja, heb je ook wel eens seks met moeder en dochter gehad? Nee, dat wordt interessant. Ik zeg, nee, dat heb ik nog nooit gehad. Nou, drink je biertje op, gaan we even naar huis. Draait de voordeur open, ze roept beneden aan de trap. Mam, ben je nog wakker? Maar fijn, zit ik in de kroeg met een paar bakkies op en ik vraag aan iemand, joh, ik zeg, ik neem altijd te veel en dan kom ik te laat thuis en ik heb al eens een keer bloemen meegenomen, juwelen, hoe moet ik toch goed maken? Nou, zegt hij, zo, wat ik altijd doe, hij zegt, dan ga ik naar boven en dan doe ik helemaal niks, kruip ik onder dat dekbed en dan ga ik liggen likken als Lassie. Hij zegt, nou, geen problemen, oké, okay, dus ik ga naar huis, ja, heel zachtjes, mijn schoenen uit zo beneden, heel zachtjes die deur open en ik kruip zo naar boven, weet je niet, dekbedje over me heen, kruip naar boven en ga liggen likken als Lassie. Oh, heerlijk. Ja, na 10 minuten krijg ik dorst. Dus ik heel zachtjes naar beneden zo. Zit mijn vrouw in de keuken. Zo, doe je rustig aan, want oma legt in ons bed. Maar goed. Nou, mooi. Ja? Dank je wel. Nico, dank je wel. Die dasklote man was echt heel leuk. Ik mag gaan? Nee, je krijgt 5 euro. Nee, de buiten is binnen. Ja. Meen je dat nou? Ja, natuurlijk. Nou, heel leuk. Ik volg jullie ook op internet. En ik leuke aflevering van Raad de Dokter. Ja, dat is... Hartstikke bedankt. Daarbij. Je had de mensen van 70 gezien die er zo goed uitzagen. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Kijk, ik heb een kleinzoon meegenomen. Ik heb er alleen maar 5, dus... Zo. Ik doe even dit aan. Want... Dat kind. Oh, jezus. Lach je mij nou uit? Nee. Maar dat kind zit daar zo Hou gewoon je bek. Eerst dit. Dat Indisch duepnul, de tongtong ver en Indisch koempoelan. En dat ik Gila ben, want ik zeg altijd can. En waarom kijk ik graag naar Poekhoelan? En waarom pas een feest als er makkan is geweest? Waarom gaan die feesten zo lang door? En alles is bedis, zelfs de geschiedenis. En ik praat met gelukken als je door. Kijk naar mijn hart, mijn Indisch hart. Het is een beetje indolent. Maar luister naar mijn hart, mijn Indisch hart.
Die maakt en die vertelt mij wie ik ben. Hey, hey. Potje, potje. Ho, heupjes, heupjes. Hop, hop, hop. Dat kind is er ook niet in het haar. Dat kind is er niet in het haar. Zo, dat roel nog steeds niet meer lachen. Ik snap het niet. Pareo, pareo. Daar lach ik niet uit. Pareo, pam, pareo. Pam, para, para, pam, pam, para, pam, 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 pam. Ja, dankjewel. Hebben we gelachen? Ja, ik heb wel gelachen. Zeker, ja. Mevrouw, ik heb me echt kostelijk vermaakt. Ja? Ja, ik vond het echt heel erg leuk. Ja? U mag uw 5 euro komen halen. Gefeliciteerd. Dank jullie wel. Erg leuk. Duidelijk dank. Dankjewel. Hallo. 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 Hoi. Ja, jullie hebben geluk. Ik zit vandaag lekker hoog in mijn energie. Nee, laatst heeft veel verandering aan de hand in mijn leven. En ik trek dat zelf niet zo goed. De laatste keer dat ik echt bewust iets heb veranderd in mijn leven was toen ik 6 was. Toen heb ik deze snor laten staan. Nee, het grappige is, als je eruit ziet zoals ik eruit zie, mensen weten nooit hoe oud ik ben. En ik vind dat leuk. Als ik alcohol ga kopen, dan word ik altijd gevraagd om mijn ID en of ik seniorenzegels wil. Ik zie er zeg maar uit als een pedofiel en zijn slachtoffertje. Maar ik vind dat leuk dat mensen dat nooit weten. Ik maak ook altijd gebruik van die mystiek. Ik bedoel, Raoul, hoe oud denk je dat ik ben? Ik schat jou 34. Oké, dat klopt dan. Nee, verder over mezelf. Ik ben ook geadopteerd. Dat kreeg ik van mijn ouders toen ik 15 was. Toen moest ik bij ze komen zitten en toen zei ze, Sjoerd, je mag het best weten, je bent geadopteerd. En dat kwam voor mij echt als een schok, want een half uur later werd ik al opgehaald door mijn nieuwe ouders. Ik wandel nu heel vaak in Utrecht, waar ik woon, om mijn hoofd leeg te maken. Een tijdje geleden had ik een kutdag, want ik liep in de stad en toen kwam ik zo'n verkoper tegen. En die man die ziet mij en die komt meteen op mij af en die zegt, meneer, houdt u van chocolade? En ik schrok, dus ik zei, ja, wil u nu wat chocolade? Ja, op zich. Nou, heb ik een deal voor u. Goed, lang verhaal kort, ik heb toen een Congolees kind geadopteerd. Dus ik heb best een nare dag. Wat ik altijd ongemakkelijk vind is, 's avonds zijn er voornamelijk studenten aan het hardlopen. En ik loop er dan in mijn eentje met een pet op, in het donker. Ik ben altijd bang dat ik overkom als een of ander onguur type. Dus ik had daar een oplossing voor bedacht. Als zij dan langs renden, dan ging ik zo heel moeilijk rondkijken. Alsof ik mijn hond kwijt was. En dat was echt top. Behalve één keer, toen een vrouw dat zag. En die kwam op mij af en die zei, meneer. Ik ben nu hond kwijt. En kijk, die sociale angststoornis maakt dat ik het lastig vind om nee te zeggen tegen mensen. Dus ik zei, ja, oké, okay, moeten we dan even mee helpen zoeken? Ja, is goed, graag. Zullen we dan even die mensen roepen, kunnen die ook mee helpen zoeken? Godverdomme. Ja, is goed, doe maar. Nou, uiteindelijk hebben we met 10 man 2 uur lang liggen zoeken. En aan het eind van die 2 uur komt zo'n stel aangelopen met een hond. Dus ja, nu heb ik een hond. Echt. Ja, dat was mijn tijd. Ja, mooi, heel erg mooi. Dat was heel goed dit. Ja, dik verdient gewoon. Dik verdient. Dank jullie hoor. Leuk. Oh jezus, dat was echt heel leuk. Hoi, ik ben Floris en ik heb een raadsel voor jullie. Wat is het toppunt van grofheid? Bruh. Ik ben vergeten. Een dove slaan. Nee, dit gaat niet goed. Een dove slaan en zeggen, wie niet horen wil, moet voelen. Ah, dit lukt niet zo. Wil je het nog één keer doen? Ja. Bekende kop. Kero. Hoi, ik ben Floris en ik heb een raadsel voor jullie. Wat is het toppunt van grofheid? Een dove slaan. Bruh. Eén keertje, dan gaat het goed. Nee, 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 nee. Nog één keer. Doe het even nog een keer. Laat het nog een keer. Nog één keer. Nog één keer. Hey, Floris. Hoe is het? Nou, ik heb een raadsel voor jullie. Hoor je niet? Meen je niet? Wat is het toppunt van grofheid? Een dove slaan en zeggen wie niet horen wil, moet voelen. Floris, kom je geld aan, jongen. Perfect. Fantastisch. Floris, ga ik wel houden. Hey, bedankt. Floris. Hij gaat die ook aan iedereen vertellen. Dat is de bedoeling. Om hem te beschermen, het was best een lange mop om te ontdagen. Gozer. Hey, hallo. Ah, ik ben Seth en mijn mop is... Wat zegt een kalende man als hij langs Mido heen loopt? Ah, hallo meneer. Ja, dat was wel leuk. Dat was wel leuk.
Moet ik het pik of zo? Het was niet om jaar, want je bent Ico. Dat is waar, dankjewel. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel voor je mop. Ja. Ciao. Goed shirtje, goed shirtje. Ik ben Seger, ik ben 16 jaar en ik kom hier even een anekdote vertellen. We houden ons vast, we zijn benieuwd. Nou goed, ik heb een vriend van mij, Hanno, ik heb een foto van hem meegebracht ter illustratie. Hij zit bij ons op school en hij staat daar bekend dat hij nog wel eens poept op school. Het is een welbekend schoolpoeper. En nou doet hij dat niet uit noodzaak, hij doet het vooral uit genot. Ja, sorry. Ja, ja. Ja, nee, ik lachte niet. Hij was dus een aantal weken geleden was hij dus even bezig op. Je hebt van die toiletgebouwen heb je van die hokjes, toch? Ja. Dus hij zat op zo'n hokje, zat hij lekker te beren. En de loodgieter, die was bij de vrouwentoiletten bezig, die daar aan grenzen. Wij staan te wachten buiten met een groep vrienden op hem, want we gingen nog ergens heen. En hij nam zijn tijd. En de loodgieter was dus bij de vrouwen bezig en die kon dat toilet uitlopen. En die loopt dat herentoilet in, waar hij dus bezig is. En die loodgieter die zegt zo, goedemiddag, ik kom volgende week wel terug. Dat is het. Wat een kut, sorry. Ja. Ik moest gewoon lachen om een stukje genotspoeper. Ja, dat vind ik een mooie term die ik niet ken, maar die ik zeker van jou vooral Rob echt ga gebruiken. En we hebben genoten. Dankjewel. Hoi, bedankt. Goedemiddag. 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 Ik ben Arjan, barman, barkeeper. Dus sinds 2 jaar niet meer werkloos. Opgegroeid in een horecagezin. Ik weet niet of jullie daar een beetje beeld bij hebben, maar... Mijn ouders ook, hoor. Ja, oké, okay, ja. Nou, zou je misschien wat dingen herkennen? Ja, ik weet niet of het bij jou ook zo zit, maar horeca zit bij mij in mijn bloed. En inmiddels ook in mijn lever. Oké, dat mag niet. Kut. Ja, joh, waarom? Zo erg zelfs, ik ben een horecadier en hartenneren. Ik praat zelfs met consumptie. Ja, ik zie nog iemand lachen, maar goed, dat maakt niet uit. Ik weet niet of jullie weten hoe het is om een horecagezin op te groeien, maar mijn vader was barkeeper, typisch horecagezin. Vader, barman, moeder, alcoholist. We hadden geen zandbak in de tuin, maar glasbak. Verder, in de horeca zie je ook heel veel drugs. Is er nu iemand die drugs op heeft toevallig? Vandaag niet. Oké, okay, nee. De enige drugs die je nooit ziet in de horeca is paddo's. Mensen gaan niet zo snel op stap met paddo's. Ja, ik vind dat kut aan paddo's. Ik heb het wel eens gedaan. Nadeel vind ik altijd, als je paddo's hebt genomen, dan staat denk je vriendin om zich heen. Oh, je hebt weer paddo's gedaan, hè? Je hebt weer paddo's gedaan, hè? Vieze drugs verslaven. Voordeel van paddo's is, als het uitgewerkt is, dan blijk je helemaal geen vriendin te hebben. Ja, nou, ik ben nu 40 plus, geen kinderen. Wel lastig mee gehad. Heel veel vrienden met kinderen. Zie je dan op social media. Oh, leuk, mijn kinderen. Afgelopen vaderdag zat ik ook op Facebook te kijken. Een paar vrienden hadden foto's geplaatst. Oh, leuk, mijn kinderen zijn weer langs geweest vanmiddag. Ja. Laatste vaderdag had ik eindelijk voor mezelf een methode gevonden om er dan maar mee om te gaan. Ik zat op de laptop op Facebook. Eén vriend, oh leuk, mijn kinderen zijn weer langs geweest vanmiddag. Nou, dan heb ik gewoon het tabblad gesloten. Ben ik die andere use-site met video's gaan kijken. En op het moment die spermaklodders langs mijn gezicht vlogen, dacht ik, nou zijn mijn kinderen toch nog even langs geweest vanmiddag. Bruh. Dat was het. Ja, mooi, maar even. Ik heb gelachen. Dankjewel. Jullie bedankt. Dank voor je verhaal. Dankjewel. Nou, dat was hem. Nou, hoe je vond het een leuke dag volgens mij? Ik heb genoten. Last van je kaart zeker. Ik heb vooral heel veel geld verloren. Wat zit je nou te doen, boekhoudertje? 900 euro. We zijn 900 euro verloren. 900 euro. Dus mensen, abonneer en ga naar bankzitters.nl voor wat verse merchandise. Zoals deze limited edition oranje bankzitters sokken. Zo, de kans is best groot dat ze al uitverkocht zijn. Had je maar eerder moeten zijn. Hey, jongens, we hebben nog veel meer. Dat zie je in dit filmpje. Holland, het is prima. Nederland, mannen! Hé hey Milo man, waarom heb je zo'n kale bad? En waarom heb je niet zo'n vet hoofddeksel op? Moest dat nu al? Ik dacht dat we na de pool die op gingen doen. Altijd een reserve meenemen Milo, kom erbij! Juist! Bestel hem nu het Bankzitters hoofddeksel op bankzitters.nl. Voor jou en je hele vriendengroep. Dan worden we sowieso wereldkampioen. Wereldkampioen! Of je verbergt gewoon het hele WK je haarlijn. Wat?